Goedenavond kijkers. We zijn hier op bezoek bij de repetitie van Koninklijk Winterswijks Mannenkoor. En naast me zit Jos Spaan. We hebben ongeveer een 40 zingende leden. En we oefenen elke maandagavond. We beginnen dan om 7:45 tot 9:00 even een kleine pauze. Dan drinken we even een klein pilsje. En we praten eventjes bij. En dan gaan we door tot 10:00. Nou zijn jullie toe aan verjonging. Hè? En ik heb toch wel wat, jongere mensen gezien eigenlijk. Die tenminste een indruk maakten dat ze wat jonger waren. Nou willen jullie dus meer leden hebben en het liefste nog mensen onder de 60. Ja, inderdaad. Dat wil niet zeggen dat oudere mensen niet kunnen zingen. De leden variëren in leeftijd van 40 tot 83 jaar. En mensen van 83 jaar, en die heeft nog een fantastische stem, die meneer die 83 is. Dus dat is grandioos. We zouden dolgraag meer leden willen hebben, uiteraard. Met een heel groot koor zingen is uiteraard is fantastisch. Dus voor elke zanger is dat een complete belevenis. We hebben ooit eens een keer gezongen met een koor met 120 man. Nou, dan lopen je de rillingen over de lucht en over de rug. En daar doen we het toch wel voor. En dat is, dus we hopen dat we er nog een heleboel mensen bij krijgen. Maar dan mag ze wel jong als oud zijn, uiteraard. Dat snap ik, zowel jong als oud. Het is natuurlijk zo dat de mensen natuurlijk veel keuze hebben hier in Winterswijk. Er zijn onvoorstelbaar veel koren eigenlijk. Is dat concurrentie of zijn dat collega's? Er zijn inderdaad heel veel koren in Winterswijk. Alleen qua mannenkoren, er zijn vier echte mannenkoren. Dat is bijvoorbeeld het Manslukkoor, dat zijn de Barbershops, is het RK Herenkoor en dat zijn wij. Wij doen dan ook geregeld gezamenlijk wat dingetjes. We geven een x-aantal concerten per jaar gezamenlijk. En we zijn proberen toch steeds meer samen te werken. Een fusie, is dat, komt dat te sprake of helemaal niet? Een droom voor mij. Maar dat is alleen sec van mij. En of dat er ooit nog een keer van komt, ik hoop het. Maar voorlopig zit dat er denk ik nog niet in. Nou zeg je dus, je wilt een beetje meer mensen hebben eigenlijk. Of meer leden voor het koor. Wat kunnen de mensen verwachten eigenlijk wanneer ze hier zich aanmelden voor het Winterswijks Mannenkoor? Nou, zoals ik net al zei, we repeteren hier bij het Willings elke maandagavond. De mensen die interesse hebben en dus willen proeven van wat is er nou eigenlijk het zingen in een koor. Die zijn uiteraard van harte welkom op een maandagavond. Ze kunnen rustig op een stoel gaan zitten, ze kunnen gaan kijken. Ze mogen ook rustig meezingen. Het beleid bij ons is dat er minimaal 2 maanden vrij meegezongen mag worden. Dus zonder dat men contributie betaalt. En na die 2 maanden gaan we even op de tafel zitten. En kijken of diegene die dus gezongen heeft, of die er interesse in heeft om lid te worden van het Koninklijk Winterswijks Mannenkoor. We hebben gehoord dat er behoorlijk veel mooie nummers voorbij kwamen eigenlijk vanavond. Wat zingen jullie het liefste? Nou, ik denk dat we zingen heel veel Russische liederen ook. En dat vind ik persoonlijk wel heel mooi. Maar ik denk dat straks de dirigent die je ook nog even gaat interviewen, daar betere tekst en uitleg over kan geven. Maar het is een ontzettend breed repertoire wat we zingen. Ja, en de dirigent van dit Winterswijks Mannenkoor, dat is Marga Roelofs. Marga, goedenavond. Goedenavond. Jouw taak eigenlijk hier. Je hebt natuurlijk niet het Winterswijks Mannenkoor als enigste koor wat je begeleidt of wat je dirigeert eigenlijk. Nee, ik heb 3 koren onder mijn hoede. En dat is het Brummens Mannenkoor. Groot mannenkoor van 85 mannen in Brummen. Het Winterswijks Mannenkoor, het Koninklijk Winterswijks Mannenkoor zelfs, van 40 mannen. En dan nog een gemengd koor in Silvolde, Sonante, van 28 mensen ongeveer. Het is je beroep? Het is mijn beroep, ja. Ik heb conservatorium gedaan en ik heb ook in het onderwijs gewerkt. Maar ik ben me echt gaan specialiseren op zang en op koordirectie. En sinds 27 jaar dirigeer ik allerlei koren. Hoe lang doe je dat nu al bij het Winterswijks Mannenkoor? 6,5 jaar. Het bevalt nog steeds, als was je niet meer. Het bevalt nog steeds. Ik heb wel een soort termijn dat ik meestal niet langer dan 1 jaar of 10 voor een koor sta. Omdat het dan ook vaak goed is om weer wat afwisseling voor mezelf te zoeken. Maar ook voor een koor. Maar zolang ik het naar mijn zin heb, blijf ik gewoon zitten. Het aantrekkelijke van zo'n mannenkoor is, en dit koor zeker, dat het repertoire heel breed is. Dat gaat van Afrikaans tot spirituals, tot Duitse romantiek, tot Slavische liederen. En je kan het zo gek niet bedenken of we zingen het wel. Dus er is altijd voor elk wat wils. En in die zin snap je niet dat de mensen niet massaal komen toestromen. Nou heb ik de voorzitter al gezegd dat de concurrentie natuurlijk groot is hier in Winterswijk. Het valt me op als je op de site kijkt of internetsite kijkt hoeveel koren die er zijn. Ik geloof 10 heb ik er geteld. Misschien zijn er nog wel meer.
Maar dat is dus een behoorlijke concurrentie, denk ik. Ja, dat is ook een beetje wonderlijk van deze plaats, zeg ik als buitenstaander, dat hier zoveel koren zijn. Aan één kant is dat mooi, aan de andere kant vis je dan in dezelfde vijver. En ja, ik wil de andere koren niet als concurrenten zien, want ieder heeft zo zijn eigen kleur en zijn eigen repertoire. Maar het is soms wel jammer, want daarmee zit iedereen met hetzelfde probleem, namelijk tekort aan leden. Nou heb ik verschillende songs of liederen gehoord vanavond en... Wat is nou jouw speciale voorkeur? Ik ben zelf erg dol op het kerkslavische repertoire. Dus dat is wat mensen Russisch noemen en wat eigenlijk uit de orthodoxe kerk komt. Omdat dat zo ontzettend mooi gedragen is. En daar komt de mannenkoorklank juist met name heel mooi uit. En ja, ik ben daar een fan van. Ik hou ontzettend van die mannenkoorklank. Goed. Ik wens je verder veel succes nog bij dit koor en... Hopen dat er veel leden op afkomen. En we zullen dat zo snel mogelijk presenteren voor jullie. Oké, goedenavond. Dat was het vanuit Grand Café Willings. We horen en zien u terug bij misschien een van de andere koren. Goedenavond.